Hey, is er eentje? Hey, wat is dit nou? Goedendag, ik ben Daniel Wonderlei. Ik ben 18 jaar. Ik kom vandaag mijn top 103 awards openen bij Koen. Ik ben nummer 1 van de wereld geëindigd op de Xbox. Ja, het ging ook eigenlijk wel gemakkelijk. Vrijdag gewoon 12 potten lekker relaxed gespeeld. Zaterdag weg geweest de hele dag. Zondagavond de laatste 18 potten gespeeld. Ging wel prima eigenlijk. Eerste keer top 100 inderdaad en gelijk nummer 1. Ik heb in plaats van mijn munten verspreid heb ik in één keer Douglas gehaald. Dat is gewoon één speler gelijk voor 4 miljoen. Die heeft eigenlijk alles voor me gedaan. 4-2-3-1 small met Douglas in de spits. Gewoon lekker wegdraaien met zijn rechts. Socrates ernaast, ook 5-star weak foot. Gewoon alle kanten op met die mensen. Ja, toen was het 12:15 s'nachts. Dus ja, er was helemaal niemand wakker. Dus ik had mijn vrienden gefacetimed, die namen op. En een beetje zo gevierd. Ik neem FIFA eigenlijk helemaal niet serieus, dus hoe ik hier ben beland, niemand weet het. Het is een godswonder. Als ik alles serieus speel, Elite 1. Maar normaal stop ik altijd bij goud hier of ik speel überhaupt helemaal geen liefde. Jawel, daar zit hij, de nummer 1 van de wereld. Ja, het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik vind het wel heel mooi om te horen. Jij zegt van ja, ik geef eigenlijk niet zoveel om joh. Ik maak het vaak niet eens af. Goud 3 stop ik lekker. Eerste keer op 100, nummer 1 van de wereld. Gelijk nummer 1 van de wereld inderdaad, ja. Ongestoord. Vertel even wie je mee hebt genomen. Ja. Tim meegenomen, vriend van me. Zegt altijd. Coach. Ja, coach. Via de SharePlay heb je natuurlijk. Nee, via WhatsApp altijd. WhatsApp. Zeg ik al dat ik er klaar mee ben met 20 potten. Ja. Ik ging 20-0. Ik zei van ik wil gewoon naar mijn bed toe. Ik had de dag voor eens naar carnaval. Toen zei hij van blijf dat doorspelen. Ja. Je bent echt aan hen te danken ook. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, grote deels wel inderdaad. Ik wilde trouwens deze weekend ook helemaal niet spelen. Toen had ik hem ook een appje gestuurd. En toen zei hij van ja, speel nou even joh. Ja. Toevallig heb ik het zelf ook deze week gehaald. Maar ik zit elke week te bikkelen en het lukt nooit. En jij zit hier gewoon van ja. Ik vind het mooi. Laat me vooral even je team zien, want ik hoor Douglas. Ik krijg 4 miljoen Douglas. Ik heb wel een goed team eromheen, dus ik dacht ja. Dat zijn belangrijke moments van Douglas. Ik heb nog niemand daarmee zien spelen, joh. Wat lijp. En hoe is die Japanner voor je? Ik heb die toevallig ook, maar ik heb hem nooit gebruikt. Maar... Eigenlijk ja. Ja, geen mening over. Geen mening over? Gewoon hij doet zijn ding. Hij doet zijn ding. Hij heeft 91 kracht en hij is gewoon lekker snel. Hij is eigenlijk... 91 kracht? Ja, hij is trouwens heel goed eigenlijk. Ja, hij heeft ook een heel goede passing. Ja, dat merk je niet achterin, maar het is gewoon, ja, dus ze hebben allebei 86 passing. Ja, het lijkt op, het is heel raar. Dit team lijkt op het eerste oog niet zo goed of zo, maar toch is het inderdaad. Het heeft veel waarde uiteindelijk wel. Ja. Speel je dus Frenkie op 10 dan? Nee. Ja. Jawel. Ja, Frenkie op 10, ja. Oké, okay, ja, nee, precies. Dat is de puzzelen van... Frenkie op 10 en dan 4-2-3-1 smal. Ja. Sokman Kanteen. Socrates op rechts. Mané op links en Douglas in de spits. Maar Socrates, die is toch helemaal niet zo snel, nee? Ja, dat is dus, ja, dat is heel raar, maar... Met Socrates, als ik met Socrates aan de rechterkant langs ga, ik word met Mané ook ingehaald, maar met Socrates niet. Die heeft zo dat ene kapje. Wat hij van die lange benen heeft? Ja, ik weet niet, want het is gewoon een kapje, dan kruis je die verdediger en dan ben je altijd los met Socrates. Apart is dat. En niemand weet echt welke been hij is, en hij heeft 5 zo wicht. Ja, dat is ook lekker. Dus ik ga zo vaak naar zijn links. Je hebt hem ook wel heel... Heb jij de base-icon? Ja, base-icon. Ik heb het wel een klein beetje met die ballen ook, dat hij ook niet zo snel is, maar toch vind ik hem echt... Echt chill. Ja, ze speelt echt lekker. Gewoon technische voetballers. Want eerst had ik altijd hele snelle spelers ook aan die zijkant. In plaats van Socrates, dan wissel ik hem echt gelijk uit voor Iñaki of voor Kent. Maar nu dacht ik van, probeer het gewoon met hem lekker pasen. Hey, Derek, ik zou zeggen, ga lekker naar je packs. Gewoon je eerste 100 rewards ooit, denk ik. Of andere games ook de 100 gehaald wel. Nee. Oh, echt ooit gewoon. Nee, in de buurt ook. Eerste verhaal. Oh, kijk dan even. Toch ziek of niet? Ja, dit slaat eigenlijk helemaal nergens. Je bent de beste speler van de wereld gewoon, van afgelopen weekend. Ja, van afgelopen weekend inderdaad. Precies, natuurlijk. Heel veel mensen snappen het niet. Zoals mijn moeder, die denkt dat gelijk de beste ben van de wereld altijd. Het was maar één weekendje. Ja, maar toch. Heel grappig. Heb je echt moeilijke tegenstanders gehad? Echt lijpe posten? Nou, ik had er eentje en die dacht dat ik een e-sport van PSV was. Dat dacht hij van jou? Nee, dat dacht ik van hem. Want hij had een PSV-logo. Dus dan heb je al gelijk een enkel aan eigenlijk. En die had Gullit en CBO en Mbappé en Neymar. En ik denk, het wordt weer zo'n potje. Zo. En dus daarna kwam helemaal voor niks aan het handje. Krijgt hij uit een corner met Daniel James op de volley, linkerkruising. Na 1-1. Toen maakte hij 2-1 in 60ste minuut. Dan denk je, ik ben klaar. Toen ging ik gelijk janken. Toen alles op de aanval. Nog even één aanvalje eruit geperst. Douglas, 92ste minuut. En toen in de verlenging gewoon. Eroverheen. Heel vet, heel vet. Nummer 1, ja. Kan je naar blijven kijken, maar zoals mij. Ja, nee, klikken. Zeker. Ik ga je niet meteen houden. Ja, ik kan ook weer blijven kijken. Je mag helemaal losgaan. 250k los is al heel lekker, hè? Ja, ik weet alleen wat ik ga doen met mijn team. Je weet niet wat je gaat doen? Nee, ik heb echt geen idee. Als je dit helemaal hebt gehaald, dan denk ik van ja, wat moet ik dan veranderen? Ja, ook dat, hè? Je hebt never changed a winning team aan de ene kant. Maar ja, dit weekend ga ik waarschijnlijk kansloos vanaf en dan moet ik er wel wat gaan veranderen. Ah ja, nou, zo. Misschien heb je smaak te pakken. Ja, misschien wel inderdaad. Nou, daar gaan we dan. Moet jij zo open eigenlijk? Nee, helemaal niet. Ja, jij bent de baas. Ja, ik kan wel kijken, maar...
Ik hoef eigenlijk helemaal niemand uit het team. Gewoon oh, even. Nou ja, dit is. Volgens mij kan ja, ik het. Veel niet, volgens mij kan ik het SBC'tje doen. Dus daar kan ik zo lekker. Oh, dat is leuk. Ja, tegen een ramp er gewoon doorheen. Dat zien we graag. Cordoba. Ja, dat maakt er wel geen uit. Dit ga je toch niet gebruiken? Ja, nog een beetje open. Nou, waarom niet? Zo meteen maar Fernandes erin gooien. De mental coach. Niet dat ik wat in heb, maar. Oh, ja, juist. Juist. Zijn je voor Ajax? Vind je zo heel kapot PSV? Nee, maar fijn. Oh, Feyenoord. Oh, nee, ik niet hoor. Gewoon voor Ajax. Gewoon voor Ajax. Dat is fijn hoor. Maar je hebt echt een hekel aan PSV? Nee, ja, gewoon PSV. Gewoon. Niet meer dan andere clubs, maar voor PSV toch? Ja, PSV okay. Is gewoon een beetje veel. En je komt uit Haarlem. Gullit is echt ook zo'n... Het is drama. Ja, dit is echt verschrikkelijk. Ja, inderdaad. Ja, holy shit. Jank is dit. Zo, ja, ik stond er niet echt bij stil. Je hebt geen school of... Ja, maar hier verwacht je ook eigenlijk helemaal niks meer uit. Maar... Nou, ik ben het gewend, denk ik. Doordat er zoveel... Ja, doordat er zoveel mensen komen, hè. Maar ik zat te denken... Gullit komt ook uit Haarlem, is ook echt een ras vrij in orde. Die is gewoon basis in Haarlem. Ja. Ik weet niet of ik hem ooit heb gezien, denk ik niet. Nou ja, voordat wij gekocht. Hey, is er eentje? Hey, wat is dit nou? Guy, CV. Oh, die is 30k, maar. 30 maar? Ja. Hey, het is ook. Het is een shapeshifter. Ja. Wel uit die rifles, hè? Je had gelijk. Ja. Kijk, niet gek inderdaad. Hey. Ik bedoel maar. Ja, het is niks. Het is beter om niks in ieder geval. Het is een goede pack is. Socrates, voor mijn clubpie. Voor Arsenal. Arsenal. Voor Arsenal. Gisteren was het even zo. Verschrikkelijk. Op Aubameyang deed het even leuk, maar... Ja. Op Aubameyang is hetzelfde aan. Het is al jaren slecht. Man. Hij miste hier ook nog een hele grote kans. Hier. Ja, zo, ja. Allerlaatste seconde. Ik heb hem helemaal vrij voor de goal naast kan. Dus een 100 knapen. Lekker, precies. Daar komt ie. Zijn borden. Gaat langzaam. Oh, het is er een. Wow. In vorm. Huh? Maar nee. Nee. Oh, de broer. Sané. Oh nee, Koulibaly. Vers. Wat zeg ik dan? Zo, dat zie je na één. Ja, is goed zo. Ja. Ah, wel twee walkouts al, Dennis. Kom op. Ja, ik heb hem niet te klaar. Ik heb hem niet te klaar. We gaan weer. Kom maar. Komt u mee. Daar gaat hij dan. Scherm op zwart. Het is geen. Huh? Zo, Champions alle kleuren van de regen gaan over voorbij zien komen vandaag. Weer, wat is dit allemaal? Onana. Onana, ja. Alleen maar Afrikanen. Oh. Oké, ja. Ajax supporters, zet even op stop. Ja. Een beetje te laat, hè? Wat is dit, hé? Let me. Hij durft hier. Ja. Doet het ook. Is het zo erg? Ja, blijkbaar ja, wel. Het zit heel diep. Ja, het zit diep. Oké. Het is even ik weet niet waar het vandaan komt. Maar voel je ook eigenlijk een beetje vervelend nu je naast mij zit, of niet? Dat valt wel. Oh, het is omhoog. Het is omhoog. Hoe dat zien we je? Casemiro. Wel veel walkouts. Ik wou zeggen. Ik heb wel eens 100k bezig gezien in het midden. Sowieso. Maar ja, de waardes... Ik koop er niks van. Nee, het is net niks. Laatste 100k pick in gaan we. Hoppa. Hoppata. Maar ga je komend weekend wel spelen of niet? Ik heb zoiets van, Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, vanavond. Wat een figuur, heerlijk. Nou, laatste, weer een walkoutje. Weer een walkout. Is wel walk-out. Ziek hoor. Spanje. Ja. Dan ben je al klaar eigenlijk, hè? Thiago. Allemaal walkouts. Vijf walkouts, dat vind ik niet vandaag. En een shapeshifter trouwens. En een shapeshifter. Het is helemaal. Zieke rewards tot nu toe. En Militao. Ja, je moet deze gewoon. Nee, ja, moet niet. Ik bedoel, mag hem opbewaren. Bewaren? Ja, maar als jij het wil, ja. Ja, ik zou het bijna doen eigenlijk. Anders zie je bakken van mij mag het eigenlijk. Van mij hoef je het te doen als je niet wil. Ja, ik heb mezelf ook bewaard, dus ik mag eigenlijk niets meer zeggen deze week. Nee, precies, maar ja, ik kan het bewaren, maar... 12 seconds later. Ja, dit is een beetje soort groep, ik heb, groepsdruk is ik dit. Ik heb 1000 van die pees gehad. Ik heb 1 keer haar gehad, 600 jaar. Dat was lekker, maar voor de rest nog nooit iets. Het zou heel mooi zijn als je nu wel beloond wordt met een Aubameyang Lewandowski of Bruno Fernandes. Zou mooi zijn. Je weet het nooit. Dat is de kans. 1 op 5, denk ik. 1 op 15. Ja. Voor mij mag ik hem openen. Zal ik hem aanklikken dan? Ja. Mag jij je ogen dicht doen? Nou, of omdraaien? Kijk, wel sowieso even een duimpje omhoog voor Darren. Wil je dat ze je gaan volgen of liever niet? Nee, nee, laat mij. We moeten rustig doen. Oké. Okay. Als je een e-sports team bent. Ja, goed zeg. Dan mag ik me komen volgen. Ja, goed dat je het zegt. Die kijken wel hoor. Die kijken naar ja, ja, ik heb ze ook op... Ik ben er wel mee aan het praten. Kijk. Gewoon zakelijk ben je. Maar het is wel een beetje, ben ik wel even benieuwd. Het spreekt elkaar wel een beetje tegen. Van, ja, eigenlijk ja. Boeit het je niks. En nee, ja, ik speel niet, kijk wel even. Maar toch stiekem. Ja, maar ja, ik heb ook met rivals. Ik heb in de Weekend League heb ik van Brian Essing gewonnen. Aristote heb ik gewonnen. Ik ben 1 keer in de Weekend League 2 keer tegen een e-sport van het Bundesliga team geweest. Alle 2 gewonnen. Maar Derek, kom op even. Dan zit er dus ergens, brandt er wel een kleine ambitie. Als je ook met die organisaties praat. Ja, je denkt altijd. Gewoon even je kansen afwegen. Ja, dus stel, hè, ze zeggen Feyenoord belt. Ze zeggen, god man, we zijn echt niet tevreden. Zo ver weg. Ver weg nog. Ver weg.
Van haar hebben ze, ze kunnen altijd bellen. Ja, stel, wat is dichtbij genoeg voor jou? AZ belt, ADO belt, nee, wat is dichtbij? Ja, nee, ik vind het allemaal prima, van mij mogen ze allemaal bellen. Ja, oké. Okay. Kijk je Eredivisie? Zie je het zitten? Eredivisie? Ja? Ja, als ik soms op die phone zie, dan denk ik wel van... Wat is dit voor mij? Ja, ja. Zie je dat? En de ene kant boeit het je niet, ook wel weer praatjes, ook wel weer... Ja, ik vind het, maar ik vind het leuk. Oké, okay. Goed. Darren, het is je gegund in elk geval. Uiteraard. Uiteraard. Ik kan deze man niet peilen hoor. Nee, het is een gekke man. Dit is ongekend. Darren, ik ga hem voor je openen, ja? Je mag kiezen tegenwoordig of ogen dicht of omdraaien. Oh, dat is een eigen schat. Kijken. Ja, je ziet en Kruif en De Ligt. Ja, het is... Heel pijnlijk dit. En kijk wel naar Kien. Kijk jij lekker naar Kien. Nou, goed. Jongens, Darren, de man uit Haarlem. Ik heb geklikt voor je. Wat is dit voor aflevering? Ik weet het niet. Maar wel nummer 1 van de wereld, hè. Nummer 1. Word je beloond? Dat is de vraag. Het is een walk-out natuurlijk. Maar welke vlag? Welke handdoek? Nee. Nee, dat is het niet. Wat is dit dan? Wie zit ook alweer? Wie zit er nog in dan? Ah. Koopkunningsmits. Speelt hij bij Maradona aan het begin? Heb je dat filmpje gezien of niet? Van Maradona? Ja. Hij zat op de bank en toen gaf iemand wat aan hem ofzo, of zo'n assistent. En toen zei ze van daar is de camera. Toen ging ze met z'n allen ervoor staan, zodat je niet kon zien wat hij nam. Ja? Het schijnt dat daar een nutgrinkje is gekomen. Oké. Video weer en wederom een vreemde wending. Ja, af en toe komt er iets op in je hoofd. Ja, nee, maar ziek je. Ja, bij die Maradona sta je nergens meer van te kijken natuurlijk. Ja, dit is, je staat er ook niet meer van te kijken. Dus ik denk, tenzij jij nog iets heel moois als afsluiter hebt, denk ik dat we hem heel snel uit moeten zetten. Hier heb je niks aan, hier kan je niks mee janken. Oké, toch nog even, jongens, laatste uitsmijting. Moet ik best open? Ja, je moet. Je moet nu. Dan gaat hij. Oh, weer de handen. Ja, het maakt ook niet uit. What the fuck, zeg. Het is even niet anders. Jongens, bedankt. Darren, vooral heel erg bedankt. Ja, dank dat we hier mochten komen. Ja, nee, geen probleem. Lief mensen. Ciao, jongens. Ciao. Ciao.